Heb jij wel eens een IKEA-kast in elkaar gezet en ken je dat gevoel dat het best spannend is of je uit de handleiding gaat komen, of alle onderdelen wel compleet zijn en als je druk aan het schroeven bent, of het uiteindelijk er ook uit gaat zien zoals op een plaatje. En als het dan gelukt is en de kast is klaar, wellicht dat je dan met enige vorm van trots naar het eindproduct kijkt. Realiseer dan dat je op dat moment het IKEA-effect ervaart. Dit effect is een verschijnsel dat als je iets zelf in elkaar zet of zelf gemaakt hebt, dat het uiteindelijk meer waarde voor je heeft. Eigen inbreng, eigen arbeid, meer plezier. Maar daarvoor is wel belangrijk dat maken of in elkaar zetten uitdagend genoeg is om te doen en tegelijkertijd simpel genoeg om het succesvol af te ronden. Wat trouwens niet alleen geldt voor IKEA-kasten, maar voor allerlei bouwpakketten en klusjes in huis. Zo kwam in de jaren 50 een product op de markt van Cake Mix, een kant-en-klare cake mix, waar je alleen nog maar water bij hoefde te doen. Het mixproduct sloeg niet aan, omdat het eigenlijk te simpel was en daarmee ook verdacht. De producenten besloten de mix aan te passen, er moest nu een ei en nog wat andere ingrediënten toegevoegd worden en toen werd het wel een succes. Blijkbaar zorgde de toevoeging van extra ingrediënten en extra arbeid dat het product uiteindelijk ook waardevoller aanvoelde. Dus ergens moeite voor doen, maar tegelijkertijd niet zo moeilijk dat de kans op teleurstelling groot is, zorgt voor succes. En dus ook voor een succesvol product, zoals bij de kant-en-klaar mixen of bij bouwpakketten zoals in een IKEA-kastje. Dus zelf haalbare en eenvoudige klussen in je huis uitvoeren zorgt er niet alleen voor dat je huis beter past bij je woonideaal, maar versterkt ook je trotse gevoelens over je huis en de inrichting, waardoor je er ook meer thuis gaat voelen. En het kan zo simpel zijn als het in elkaar zetten van een IKEA-kastje. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk. Ik wil je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, want daarmee kan ik mijn boodschap uitdragen hoe je van je huis ook een echt thuis kan maken. Wil jij weten hoe het met jouw woongeluk gesteld is? Dan kan je ook de gratis woongelukcheck doen bij mij op mijn website. Dan heb je meteen inzicht waaraan jij kan sleutelen aan je eigen woongeluk.